Like de video als jij weet op welke dag Sinterklaas wordt gevierd. Is dat A, 3 december, B, 4 december of C, 5 december? Like als je dat weet en laat het in de reacties achter. Ik heb een videoboodschap ontvangen van niemand minder dan de Sint. Ik heb hem nog niet gekeken, maar dat gaan we samen doen. In de vorige video heb ik mijn schoen gezet en je weet wel, opdrachten gekregen die ik moet voltooien om uiteindelijk een hulpsint te kunnen zijn. Maar eerst de videoboodschap. Hallo Job, dit is een bericht van de Sint. Zoals je kan zien ben ik iets kwijt en ik moet het zo snel mogelijk terugvinden. Het is mijn mijter, mijn mooie rode mijter, die ik altijd bij me heb. Tijdens het afleveren van cadeautjes op mijn paard zal die zijn afgewaaid. Dus nu kan ik niet verder met mijn tocht door het land. Vergeet alle opdrachten die ik je heb gestuurd. Jouw opdracht om jezelf te bewijzen als hulpsint is door een nieuwe mijter voor mij te regelen. Ik kan het zelf niet doen, want ik ben veel te druk met het voorbereiden voor 5 december. Oké, dat is duidelijk. De Sint is zijn mijter kwijt en die heeft hij nodig. Dus ik moet hem gaan halen. Job, laat mij het doen, alsjeblieft. Bob, misschien kan ik het beter doen. Maar als ik het doe, dan kan jij de opdrachten van de Sint doen. Oké, weet je, Oké, is goed, maar zorg er echt voor dat je het op tijd doet. Het heeft haast. Oké, nou ja, als Bob de mijter gaat halen, dan kan ik in ieder geval één van de opdrachten doen. Even kijken waar ze ook alweer stonden. Ah ja, hier. De eerste opdracht. De Sint Mystery Box. Oké. Terwijl Bob de mijter aan het halen is, wil ik toch één opdracht doen. Ik moet mezelf immers bewijzen als hulpsint. En daarvoor heb ik dit. De Sinterklaas Mystery Box. Ik ben benieuwd wat de Sint erin heeft gestopt. Oké. Oh my gosh. Dit is een perfecte aanwinst tot de Gerrit die ik de vorige keer heb gekregen. Maar we moeten verder. Eens even kijken. Haha, dankjewel Sint. Gelukkig is die niet echt. En we gaan van haha naar... Dit is Squid Game. Ik heb best wel wat Squid Game video's gemaakt en ik vind het nog steeds onverminderd eng. Ik heb mijn eigen Squid Game guard en deze stuur ik op Bob af als hij de mijter niet op tijd heeft. Oh my gosh, wat is dit? Dit is geen promotie, dit is gewoon iets wat de Sint heeft gegeven. Ga ik er zo meteen zo uitzien? Waarschuwing, extreem zuur, niet voor de zwakke maag. Oh nee. Oh, ze zitten ook nog eens los verpakt. Meestal betekent dat dat het inderdaad extreem zuur is. Ik hou de Squid Game guard er gewoon naast, want ik mag geen zuur gezicht trekken. Oké. Ah ja, dat is best wel toepasselijk. Ik denk dat ik die zo meteen nodig ga hebben. Wat is dit? Pokémon! Nogmaals, geen promotie. Maar ik kan Pokémon altijd waarderen. Er is een kaart in deze set die echt honderden euro's waard is. Vraag me niet waarom. Ik bedoel, het is karton. Maar het is mooi karton. Ik ga er gewoon even snel doorheen. Als die zeldzaam is, dan zie je hem glimmen. En dan ben je blij. En als die... Nee, dat is niks. Dat is ook niks. Oh, dat is niet niks. Oh my gosh. Ik heb 2 keer een shiny Charizard gekregen. Het is Charizard, my shiny. En dit is het laatste wat in de doos zit. En het is heet. We gaan van zuur naar heet. Ik weet niet wat ik erger vind. Oh, en ook deze zitten weer los verpakt. Weet je wat? Ik hou de Squid Game guard er niet eens bij. Is het kauwgom? Ah, het is hard. Valt op zich best wel mee. Oh. Oh, poepje, help me. Oké, de doos is leeg en... Wacht, ik heb een berichtje van de Sint gekregen. Eens even kijken wat hij zegt. Hallo Snoepkont, de tijd begint te dringen. Ik hoop dat je mijn mijter op het spoor bent. Want ik moet nu echt het land door om alle cadeautjes uit te delen. Ik denk dat ik Bob even moet bellen. Ik hoop dat het lukt met de mijter, Bob. In ieder geval, het is tijd voor de Sint om een gigantische tycoon te maken. Hey, een kroon. Ik moet zeggen, als er iemand is die dat verdient, is het de Sint wel. Bob heeft nog maar een paar uur. Ik hoop serieus dat dat hem gaat lukken. Oké, wat hebben we hier? Wauw, moet je dat zien? We maken onze eigen Rainbow Friends. Hier zetten we nog een truck neer. Daar hebben we oranje. Ah, dit is zo gaaf. En wat wordt de volgende? Dat wordt geel. En op zich is dit best wel logisch als je erover nadenkt. Want de Rainbow Friends zijn eigenlijk een soort van speelgoed. Hier hebben we Cyan. Oh my gosh, ik zou die zo graag in mijn schoen willen. Al denk ik dat ze mijn schoen opeten. Maar klaar zijn we nog niet. Want hier hebben wij Pomni. Oh nee, de Sint zit in de gevangenis. En er zit dus maar één ding op. We moeten proberen te ontsnappen. De Sint moet namelijk ook beter worden in parcouren. Sommige cadeautjes moeten afgeleverd worden op de moeilijkste plekken. Ik heb zojuist iets gekocht wat ik niet heb gekregen. Wow, moet je dat zien? Oké, ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Want dit is namelijk een circus waaruit we ontsnappen. Oh my gosh. Wacht eens even. We kunnen ons erin veranderen. Nee, dankjewel. Ik ben blij dat
dat ik de Sint ben en we gaan snel verder. Oké, we moeten hier naar beneden. En dan volgens mij, daar hebben we Pomni. Oeh, wat is dit? Dat gaat heel duur zijn. God mode, daar kunnen we niet af. En ook al gun ik de Sint dat hij sterk is, ik wil het ook wel een klein beetje eerlijk houden. Druk op de knop. Oh my gosh, hij zit zo dicht op mijn hielen. Kom op, Sint, je moet jezelf bewijzen. Eigenlijk heb je dat al gedaan. Ieder jaar opnieuw. Maar toch, we blijven ons best doen. En ik hoop dat Bob dat ook doet met die mijter. We hebben echt niet zoveel tijd meer. Oh, hij is boos. Dit is natuurlijk Barry's Prison Run. Misschien had je het al herkend. Alleen er zijn dus mensen die er een creepypasta vorm van hebben gemaakt. Pomni is namelijk best wel een nieuwe creepypasta eigenlijk. Oké, eens even kijken. Waar moeten we doorheen? Hier moeten we doorheen. We pakken de schep en we graven onszelf zo snel mogelijk naar beneden toe. Want misschien moet de Sint ooit een cadeautje onder de grond afleveren. Dat zou kunnen. Oh nee, ik ben gevallen. Maar nu ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig. Het drankje wat ik net kocht heb ik niet gekregen. Maar zou ik dit wel krijgen als ik het koop? Eén manier om daarachter te komen. Oh, het is gewoon gelukt. Ik ben Barney. Oké, dat is wel echt heel leuk. Eigenlijk zouden we dat voor de Sint moeten halen. Een extra vermomming. Al moet ik zeggen. Het is best wel lastig om zo'n grote grijze baard te verstoppen. Oh nee, ik kan niet verder. Snel, snel, snel. Let's go. Moet ik nu eigenlijk minder bang zijn? Ik bedoel, ik ben immers zelf de creepypasta op dit moment. Oké, zo snel mogelijk. Oh nee, die bal komt er denk ik weer aan. Oh nee, oh nee, oh nee. Nee. Oh, maar wacht eens even. Ik heb het snelheidsdrankje wel gekregen. Dus nu kan ik er toch nog gebruik van maken. Snel, snel, snel. Oh nee. Oké, we waren snel genoeg. Maar wil dat dan ook zeggen, wie is dat? Oh my gosh, dat is zo creepy. Volgens mij moeten we hier aan draaien. En dan heel snel hier doorheen gaan om via deze soort van McDonald's-achtige trap naar boven te rennen. We hebben geen tijd om stil te staan. Waarom ben ik bang dat Bob terugkomt met een taco en niet met de mijter van de Sint? En ik mag de Sint niet teleurstellen. Oh my gosh, wie is dat? Deze moet ik hebben. Oh, wat? Dat is niet degene die ik heb gehaald. Dit is een konijn. En dat is een pop. En dit is een drankje die ik drink. Nou ja, op zich niet zo erg. Dan doen we dat gewoon lekker op deze manier. Oké, dat ging niet helemaal volgens plan. Laten we het nog een keer proberen. Dit is de meest populaire obby in heel Roblox. Tenminste, niet deze. Maar Barry's Prison Run, waar deze obby op is gebaseerd. Barry is een politie. Hoe grappig zou het zijn als Sinterklaas voor één dag de politie was? Waarschijnlijk geeft hij iedereen cadeautjes in plaats van bekeuringen. Eigenlijk best wel fijn, toch? Word je aangehouden door de politie, denk je... Oh, nee. En dan hoor je ineens... Hier heb je een cadeautje van mij. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga er een jetpack bij halen. Want als we dit hier dan openen, dan kan ik er met de jetpack naar boven. Terwijl we normaal gesproken een ladder nodig hebben. Ben ik een vals speler? Een beetje. En we mogen hier echt niet naar beneden vallen. Hoeveel spikes zijn dit wel niet? Reageer rood als je de video nog steeds kijkt. Want de mijter is rood. Oh my gosh, de Sint is zo mega snel. Hij heeft zijn paard niet eens nodig. Waarschijnlijk heeft hij veel te veel marsepein gegeten. En is hij nu gewoon heel druk. Maar dit is het gedeelte waarbij een pop... Maar gelukkig ben ik heel snel. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het makkelijk wordt. En nu moeten we proberen met dit voedselkanon... om deze enge pop in te maken. En ik kan niet de enige zijn die er een beetje vindt lijken op Poppy Playtime. Eigenlijk zouden we eens een keer een eng spel met Sinterklaas moeten spelen. Kijken of hij bang is. Oké, we hebben geen tijd te verliezen. Net zoals Bob. Wacht eens even, ik ben het bijna vergeten. Ik heb letterlijk een jetpack. Daar hebben we Pomni. Oké, maar deze kunnen we makkelijk verslaan. Oké, de eerste arm, die is kapot. Nu de tweede nog. Ik ben dus letterlijk hamburgers, ananassen en hamburgers aan het afvuren. Het is gelukt. Maar nog steeds de mijter niet. Of toch wel? Bob, zeg maar alsjeblieft dat je de mijter hebt. Jazeker, ik heb de appel. Een appel? Nee, de mijter. En de mijter. Dankjewel. Oh my gosh. We hebben hem, de mijter van Sinterklaas. Als we deze aan hem geven, dan kan hij weer verder met de pakjes uitdelen. Aan hem geven. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? Helemaal niet over nagedacht. Ik heb helemaal geen idee waar de Sint is op dit moment. De vorige keer, toen ik mijn schoen zette, kreeg ik... Among Us. Hij zat op de wc. Heb je de video niet gezien? Ga hem checken. Met andere woorden, we kunnen de Sint lokken met een schoen. Dat klinkt raar, maar zo kunnen we hem wel zijn mijter geven. Moet ik in de volgende video mijn schoenen weer zetten? Alleen deze keer met de mijter erbij. Om te kijken of we de Sint misschien kunnen filmen? Reageer dan ja, dan geven we de mijter. En misschien kan ik dan eindelijk de hulp Sint zijn. Want ik kan niet wachten. Oké, sorry Sint. Abonneer voor meer en adios.